tegen mij gaat hij de boer mijn vussen versieren. En ik heb 24 jaar penningmeester geweest van de vakvereniging. Wil ze feest van al. Ja, wat kan mij dat nou schelden of ik al 24 jaar in het bestuur heb zit? Maar ze doet toch wat ze zelf wil. Ze vrouwt mij nergens nog. Ze bent net helemaal gek. Maar ik zal versieren. En dit spul ik nog van de broofste. En dat hang ik boven de berstie. Zo. Nou, we kunnen maar aan de stoel versieren. Oh, goed. Als het met de ingang hier zit, is het toch allemaal weer plat. En door Biba kan het niet schelen. Zo. Nou. Dat is al een mooie kleur. Maar ik wil mijn nagel een beetje versieren. Zo. Ha. Kijk, dat is al mooi. Vind ik wel mooi. Hartstikke mooi. Padori. Versieren. Versieren. Versieren, even versieren. Ja. Wil je even dat te zeggen? Mensen, je hebt nog nooit wat versierd. Ik zeg zelf tegen mij, ga die de boel maar vussen versieren. Heb ik dat eens echt? Ja, dat heb ik niet gehoord, Wies. Ach, verder goed. Dat zal ik u nooit zeggen, dat had ik zelf al gekund. Oh ja? Ligt toch man zo op hij dood. En wat is dat dan? De boon die beddensteen, welkom. Wat bent dat? Nou, de leun, je bent toch welkom hier? Tenminste, net wat komt. Maar zo'n ding hang ik dan hier boven de beddensteen, moet ze de wink roepen. U gaat nou gaan met elkje van de soppen eraan komen met doorheen kroepen. Ben niet een mooie kloor met. Daar pas ik wel voor op dat ik mij geen een in de bergsteek krup. Ik ben niet zo gek als die. Ik ben mooi alleen. En dat ding kan er mooi hangen. En die laat maar laat me hangen, maar het ligt nans op. Ja. Nou. En ik had ook helemaal niks te zetten die daar door moesten. Ik schijt roet en dat doet niet me wie. Sorry, maar zitten, ik zal me zelf aan met redden. Nou, dat hoop ik dan. Ik snap er niks van, dat hier allemaal zo dood en overal met bemoeid en zo. Ben je helemaal niet zenuwachtig? Zenuwachtig? Ja. Pff, ik niet. Ik trek me nergens wat van af. Nee, dat weet ik wel. Maar de zenuw vrekt niet op, dat kan ik u wel vertellen. Ik niet. Mie niet. Je hebt ook helemaal geen idee wat er gebeurt, hè. Wat dan? Dat is dan een heel hoog dag, daar kan je toch wat nagaan. Oh ja? Als je zo lang in zo'n bestuur hebt gezeten en al zo groot dat geld zo groot beheerst hebt en zo. Huh? Nou, dat is een heel grote dag. Ja. En daar ben ik zenuwachtig van, dat wil ik best weten. Ik niet. Ik trek me er niks van af. En weet je wel eens wie er allemaal komt? Heb je den brief al gelezen naar de kring, hè? Wat voor een brief? Als zit hij al door al in te snuffelen en een keer wat lezen, maar dan lees ik het niet. Nee, dat heb ik niet gezien. Dan moet veel lezen. Ik begreep van het hele spul, begreep hij helemaal niks. Wel edele heer. Wat zei? Wel edele heer, staat de boom. Dan kent ze hem ook niet. Wel edele heer. Dan heb je de bio nog nooit bonus. Als jij goed bezuin, maar hoe wel in hier. Ik kan u feliciteren namens het bestuur. Wij zijn trots op uw vakprestaties. Het is het beste dier van de tentoonstelling en vereniging. Met het pre. Dat nog? Met het predikant. Wat moet je een keer doen, Bido? Ik ben toch aan het lezen. Houd er hoe ze even stil gehad en niet er. Ik lees toch. Met het predicaat. ZZG. Wat is dat dan? ZZG. Dat betekent toch iets? Ah, zet ze dat nog zo niet onder? ZZG. Ik zal toch niet weten, trouwens. Ja, nou, dat weet ik zo ook niet. ZZG. Wat is dat dan? Dat is alweer een zeer zwaar geval. Ja, ja. Dat zal het wel weer. Dat is toch wat. Fooi, nou, fooi, fooi. En dat hebben we gekregen, zo'n brief. Ja. En dan moet je nagaan als straks die hoge heren komt. Mm-hmm. Maar weet je wat er meest wie ook wel kan komen? De burgemeester zal ook wel komen. En de wethouders. Zal het allemaal wel komen.
En dat bent hele hoge heen. Ik weet niet of je het weet, maar dat is zo. Heb je dat nooit van haar spreekwoord gehoord? Hoge omers laten veel wind. Nee, hoor. Trek me er even vanaf. En weet wat er ook nog in zit? Ja. Dat er straks nog geridderd wordt. Poepoe. Dan heb je 10 uur, dan kan je mooi met een ridder de berg op. Dan mag je de sporen wel afdoen. Maar, hey, wie er al voor elkaar? Ik wel, ik heb wel eens altijd voor elkaar. We zo doen, Nans met de bemoeien, ik heb toch voor elkaar. Ja, nou, toen met geen vlodderslaar, dat zal dat volken. Nee, ben je gek, want je wilt niet drie terug voor een dag komen. Nou, zo is het net. Maar ik heb die hem opgeschreven, want ik denk, laat mij die hem opschreven, dan kan ik wel laten horen wat je hebt, anders is het toch weer niet goed. Je moet hem 9 uur de deuren wat dicht doen, dat ze niet meer voet loopt. Ze hebben trouwens ook nog ronde roepen op Radio Oost. Ja, ja, heb ik al gehad. Ik denk in dat programma Argenis. Dat dacht ik, ja. Nou ja, laat je maar niet weer over hem. Laat ik nog maar eens even voorlezen wat ik allemaal heb besteld, ja, en wat ik allemaal in hoes heb. Dan beginnen we eerst met een drank, hè? Ja. Dan heb ik 30 kratten bier. Grote of kleine fles? Halve liters. Oh, dat is goed. Dan 12 flessen jenever. Heb ik goed merken een vlekje. Ja, dan kunnen ze nog heel wat vlekjes wegwerken. Zo is dat. Zo is dat, ja. 4 fles kajak. Ook. Ja. 4,5 fles citroen. Dat is dan meer voor de vrouw leuk, die weet er nog wel gek op. Schilletje neemt dat vroeger leuk, of hoe heet dat. Dan heb ik nog 10 kratten ranja. En dat is voor de kinderen als die er is bij bent. Ja, ja. Want dat die van boom naar het met kunt, maar waar ranja hem, maar dat bent van die onbenul, die breekt uw hand af. Nou, dat weet ik wel. En vergeet me die vanaatje van het sabbat ook niet. Poeh, ja, maar je kunt ze toch niet vergeten, hoor, want als we aan zeggen, dan neem je de kinderen ook mee. Poeh, dus dat kan je niet laten. Ranja, maar hem. Nou, dit is dan wat een drank betreft. En dan nu wat de etterie is. Ik leuk ook alles voor elkaar. Ik heb dan, is heel een kind, ik had er geen meer lezen. Alsof. Oh ja, ik heb 100 taartjes besteld. Poeh, poeh. Zo, dan wachten nog aan hem. 100? Oh, dacht ik. En wij aan, ze is nog niet zo bezworen, want we is lusten. Dan sneek ze wat midden deur, want we nog een grote bonken. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Nou, verdam. 60 harde wussen. 3 grote kezen en die hek al in bluksen sneden. Oké. Okay. Dan 150 gevulde eieren. Die eieren bent toch wel vers, hè? Moe, die bent zo vast dat de kippen zijn geen nog niet de mist hebt. Dan is goed. Dan heb ik nog toasjes met beleg. Ja. 12 potten zure hering, want die vindt Hennek zo lekker. Ja, dat klopt wel. Eén zoeren bij een ander zoeren. Zo trouwens ook nog zout moeten hebben. Weet toch gek, dan krijgen ze nog meer, dus drinken ze nog meer. Nee, geen zout hering, niks ervan. Nou ja, maar wat doet u, dat zal toch wel genoeg wezen, ja, hoor. Nou, maar weet wat is die, ga? Nee. Als dat niet aans wil, dan kan ik uit nog een pannen met bloedkoko bakken. Oh, dat hou nog. Op reserve hou dat nog. Ja, 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 tuurlijk. Nou ja, dan redden we het toch wel met elkaar, zo maar, wat wil je zeggen? Hennek, wat bleef eigenlijk? Je moet er wel op letten dat hij zijn beste pak aantrekt. Dat hij niet zo'n schabbere hoed zet, want hij is hier keurig binnentrouwd om mij wel op rekenen. Hmm. Wat keurig of plezier, dat weet natuurlijk niet. Wie schat hoor. Nee. Nou, maar in ieder geval, weet je wat ik nog gerne wil? Ja. Dat hij hier nog eeuwen heen kwam, Hennek, hè? Ja. En dat er dan nog 1 keer die redenvoering, ja. Ja. Straks voor die hoge heren, dat dat nog 1 keer deurnam. Ja. Dan kunnen we hem lusten. Je kunt nu nog heel lusten of het goed geeft, ja, hè? Nou, dat doen. Ja? Zal ik hem roepen dan? Ja. Hennek! Hennek! Ja? Bobby! Hallo, hier de baan, dan kan je nog 1 keer wat voor ons doen, kom! Wie wacht op boe? Nou, nou. Er zit ook niet veel fleur aan. Oh, goed hoor. Oh, Hennek. God, was heel zo. Oh, Hennek, wat zei de zon, broer? Zo zwart, vind ik. Ja. Nee, niks geen vrolijks aan. Ik heb geen aan de pak. Nee, maar het is zo zwart, vind ik. Ik vind het niet zo mooi. Ik vind het niet feestelijk. En je kijkt ook nog zo treurig. Ja. Iemand is proberen een beetje vrolijker te kijken. Dat is... Nee, dat is te mooi, denk ik niet. Dat moet je zo in de heugde doen, dat ligt direct aan. Zo. Nee, lig ook naar de snel. Nee, trek de alle gezichten maar weer. Beetje zenuwachtig, hè? Ja, dat heb je in de gaten. Ja. Hallo. Iemand is zo kinderachtig weer. Ja. Ga eens rechtop staan. Je moet rechtop gaan staan. Rechtop, zeg ik. Beste verroet. Beste verroet. Meer.
Meer, zeg ik. Maar ik heb toch niet meer? Nou ja, laat maar zitten zoals ik, kan je dat toch niet. Nee, Henneke, dat kan zo niet. Ligt Nans nog. Dat ligt heel Nans nog, daar moet je iets aan doen. Wie moet een beetje opvrolijk, vind ik, hè? Dat is niks zo. Zo is niks. Hoe is hem? Dat schept me wat naar boeten, hè? Weet wat ik doen kon? Ik heb nog een oude hoog gehoord van mijn vaar in het kabinetling, weet wat? Als je dat nu eens opzet, dat fleur, dek dat een beetje op, dat ligt feestelijk. Zal ik dat eens ophalen? Wacht maar, dan haal. Nee, maar je kan het toch proberen, hè? Ik zal hem ophalen. Wacht maar even. Hé, je wacht horen wassen? Ja, wacht. Laten we zijn met een kiek. Maar de kiek moet hoort niet in de hoorn. Hé, we hebben een schoon onderbox aan de truck. Milden in de wekken? Ja. Het is nog geen kast daar. Je met de kaart doet ze in, hij dat maar weet. Schoon onderbox, schoon onderbox. Milden in de wekken. Met een ogen. Dat is dat. Hier, ik ben een beetje stoffig gewend van het link. Door de kamer dan. Ja. Nou, met de pet afzetten, dat kun je zo raar spullen uit, daar boven de pet zetten. De pet af. Nou, laat eens kijken of er iets van maken kan. Ja, kom eens hier. Oh, dat kan niet. Hennek, dat kan zo niet. Dat is zo vals te groot. Hennek, ga. En verongeluk toen nog. Hennek, kan je me nog horen? Ik hoor niks. Kan je me zien dan? Ik zie ook niks meer. Hennek. Hartstikke duister. Hennek, wees goed luisteren. Dat hoort zo vals te groot. Dat kan zo niet. Ja, dat geloof ik ook. Dan moeten we dat doen. Ja, wij wij doen moest niet. Moesten we naar het huisje heen gaan. Naar het huisje ben ik over toch niet? Nee, dat bedoel ik niet. Maar de helft van die oude krantenling, daar moet je een pak van in doen. Dan komt dat hoger op. Oh. Naar het huisje. Ik breng wel even voort, maar dan verongeluk je me nog. Je ziet niks. Kalma, hou, achteruit. Nu zo iets naar rechts. Ja, nou, nu kan je gewoon van daar lopen. Doe maar. Ja, Kelboa. Ja. Zo. Dat wordt niks. Maar dat leek anders nog, dat kon zo niet. Nee, komt dat een beetje een help nu. Wie met de rozen nog op doen? Oh, goede rozen. Waar ze nu toch? Hier. Worden wel jem. Een grootste en de biers. Een grootste, dat is natuurlijk niet. Ja. Want dat is voor hen het, hè, rozen. Nou, zal ik u hem helpen? Waar wou je hem hebben? Minvuur. Ik ben dat wel goed wies. Zo'n ding doe je toch niet minvuur, dat doe je hier of dat doe je door. Ik zeg hoe dat ik de minvuur wil hebben en dat is mijn roet. En ik zeg hoe dat niet steeds. Je hebt niets meer te maken. Je hebt nog geen minuten ervoor en we gaan door hangen. Hier maar. Doe het zelf maar, dat help ik ook niet meer. Je bent niet goed wies, minvuur. Lik toch nou zo op, dat doet toch geen mens. Niks meer te maken. Hier met zin. Nou, mooi. Hier, mis kijk. Ja. Kijk, hij gaat er nu aan hangen. Hier, kijk, toch. Nou ja, laat maar gaan. Wat daar aan kun. Oh ja, vallen beter al. Ja? Ja, vallen beter. Steed u goed. Haal u helemaal op. Ja. En ik zo ben je er geen niet lelijker op ben. Nee, hè? Nee, dat komt trouwens ook niet. Nee. Ach. Hier. Maar nog, noem maar jezelf laten kijken dat je de keel bent. Hé? Je zonder jezelf laten kijken dat je de keel bent. Ja, ik ben gek. Ik wil nu nog een beetje mooi versieren. Kijk, we hebben ook nog roze op dan. Wat er ook in op hem? Hier. Doe het door, maar niet. Wat doe je in hem? Zo. Kijk, dat vrolijkt allemaal al op, hè? Hier. Oh, een sjerp hebben we hem. Een sjerp ook nog in hem. We hebben een sjerp gemaakt, hulde aan de jubilaris. Hangen we hier ook op. Ja, even stilstaan, ja. Oh, wat ben je Verkeerde. Mooi. Maakt niks uit. Oh, wat ben je mooi. Nou, keurig toch. Zo ligt dat heel wat. Vind je ook niet? Mooi, zo vind ik dat mooi. Het ligt wel uit de eerste prijs hebben we op de bonkeuring. Je moet kouden dan. Dat ligt er wel iets van dat mens aan. Maar Henneke, wou nog geen woon nog eigenlijk? Ja. Die woont zo geen dat hij één keer die redenvoering doornam, dat je straks wilt halen als die hoge heren hier bent. Weet je wat? We kunnen nu nog een beetje op de fouten komen, nog een beetje wezen. Dan ben je straks een beetje geruster. Moet hè? Ja, doe het maar. Ja. Doe maar. Nou lusteren we hem, hè? Je hebt toch op papier staan. Nou, rechtop, hè? Ja. Kop achterhouden.
En dan kan ik niet lezen. Oh, nou, dan doen we maar iets verder. Nou. Dan moet ik eerst een programma voor lezen. Want weet ik nu niet wat oh, ja, dat ja, gebeurt, ja, hè? Doe maar. Ja. Ja, officiële gedeelte, hè. 10 uur aankomst genodigden. Ja. 11 uur aankomst vee. Ja. 12 uur gezamenlijke maaltijd. Ja. Dat klopt allemaal. Dat is wel goed, ja, hè. Ja. Nou, en dan vanavond feest bij ons op de Dellen. Juist. Ja. Nou. En dan begin ik, hè. En dan begin je te praten, hè. Beste mensen. Ik wil graag een woord tot u richten. Misschien wel twee. He? Bedankt voor uw trouwe opkomst bij mij jubileum. Nou, doe maar. Ik ben ten diepste beroerd. Ach, geroerd. Nou, blik wat voor een vertrouwen jullie allemaal in me hebben stelt. Ik herinner me nog als de dag van gisteren. Dat ik voor 25 jaar geleden de deuren van ons clubgebouw intrapte. He? De deur van ons clubgebouw instapte. Of brak, zie je wat bedoel. Denk er nog maar niet van aan, ja. Doe maar, ja, ga maar gewoon je. Direct bleek al dat ik een onmisbaar persoon was. Want wie kreeg namelijk een nieuwe bolle en daar zol ik mee, hè? Wat? Oh, daar moest ik wie mee. Ja, 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 ja. 25 jaar geleden. Nu is het met de motorbol. Of KI. Kunstmatige inspiraties. Ja. Henk. Ja. Weet waar door moest? Ja. Je moest een hoed opzetten, dat steekt niet. Ik een hoed opzetten? Nee, maar als je aan het praten bent en je wilt indruk maken, hè, ja. Dan moet je een hoed opzetten. Dan moet je met een blote kop doen, dat steekt niet. Hoed af. Oh! Oh nee, nee, kan ik ook. Oh, oh. Nee. Zet maar op, dat kan niet. Zet gauw weer op. Oké. Zet op. Jullie weten ook niet wat je weet. Ha! Moet ik dat ding weer opzetten? Zo. Nee, laat zomaar zitten. Laat zomaar zitten. Ha toch. Ik kan u feliciteren namens het bestuur. Wij zijn trots op uw vakpresta. Ach nee, dan heb je helemaal verkeerd een brief. Dat is een andere brief. Nu heb je verkeerd een brief. Ja. Oh, de zenuw vrekt me op. Eerlijk hoor. Iemand opletten. Nou, nog ook weer. Ja. Het wele weder. Wat? Het wele weder. Wat is dat voor weer? Nee, dat lees je niet goed. Dat is het wel en weder. Het wel en weder. Oh ja, ja. Het wel en weder. Ja. Vereniging lag mij na aan het hart. Juist. Al 25 jaar beheers en behartig ik het geld. Ik heb altijd gezorgd dat de contributie op tijd werd betaald. En dat niemand vergat te betalen. Dat vind ik wel zo mooi, hè? Ja. Extra of per ongeluk? Ja. Dit terzijde. Ja, dan drukken ze het mooi met de neus op de feiten op, hè? Dit terzijde, was dat? Wat? Ja. Ik was er fel op dat iedereen betaalde. Als je lid bent van een vereniging, dan moet er betaald worden. Dat is mijn devisum. Wat is dat? Devisum, zei hij. Ik sta erop dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Galstenen, zoekelstenen, nierstenen. Ach, kan je dat goed doen? Heb je er nog mee te maken? Ach. Ik lees toch? De kas klopt altijd tot op een cent na. En wat is de cent toch? Dat is toch bewijzen van spreken? Dan wil je het niet zeggen. Ach, niet huil, direct. Bah. En ik wil mij dan ook zelf op de bos slaan. Als je dat zegt, ik wil mijzelf op de bos slaan. Ja. Dan moet je dat ook doen, dan krijg je meer effect. Dat moet je ook doen. Ik wil mij dan ook zelf op de bos slaan. Ja, juist.
Ook Dika wil ik bedanken. Ook haar wil ik op de bos slaan. Zij heeft mij altijd trouw geholpen met het tellen van de centen. En daarom wil ik eindigen met een gedicht. Ik wil u allemaal bedanken en Dika het meest. Hier allen tezamen op dit grote feest. Al was het soms later, kwam stil als de moes. Toch haalt hij nog gerne bij jou weer in hoes. Verkeerd. Steed hier. Ik kan veel beter zeggen, ik was eigenlijk later en mooi in de roes. En dan kwam ik zo zat als een aap weer in hoes. Ik ben hier nog geen klaar. Stil maar, maak maar niet kwaad. Je moet die huilen en hoe die kwaad maken, trekt de blommen niet van. Stel, kuk. Stil maar, verdamme. Daarom, beste clubgenoten, blijf allemaal betalen. Zo niet, dan kom ik het halen. Mooi spreken. Dank u. Dank u. Dank u. En dan zal ik daar gaan toe wel voegen. Hoera! 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 Leve de koningin! Ja! Dan heb je een mooi slot. Dat is mooi, hè? Nou, ja. Nou, en zo doe. Zo, hè. Zullen ze nog weer ronddropen op Radio Oost? Ach, meneer, heb je toch al dan? Oh, dat kan je niet weten. Dat kan ze nog wel weer doen. Hoe laat is dat? Nee. Wat mis je met de nette nieuws? Dan kan het proberen. Nou, dat kan ik uit. Kom je nou aanzetten? Dat heb ze dan en dat doof dat niet weer. Ik heb wat aan ze doen bij Radio Oost. En dan kan niet. Radio Oost met verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden op de weg Borne-Bekkum en er staat een file tussen Wierde en Notter van 1,5 kilometer. Kom op, maar hier. Het weer, overwegend zwaar bewolkt met hier en daar een zonnestraaltje, meer hier dan daar. Droog, maar in het midden des lands regen. Midden des lands, kan ik ook weer naar de kaart zitten. Kort nieuws. Zojuist bericht ontvangen dat de receptie bij de Rikkenpaal, modder 1-23, de Wierde, ter gelegenheid van het 25-jarig penningmeesterschap van de fokvereniging steeds hoger, niet doorgaat. Daar achteraf is gebleken dat de penningmeester, Hennik van de Rikkenpaal, zelf in die 25 jaar nooit 1 cent contributie heeft betaald en onmiddellijk is gedisqualificeerd. Oh.